3, 2, 1, go! Ik mis al de shots. Nice. Oh shit, zijn er 3. Oh, we've been tracking them for miles and now we finally got them. Oh shit, hij zit hier nog. Oh. Reloading. Ik heb hem. Volgens mij heb ik ze nog. Oh, was dat het? Nou, dat was anticlimactisch. Inderdaad. Nou, we zijn gewoon zo goed dat we ze allemaal hebben. Oh nee, nee, ik hoor nog iemand. Nee, ik hoor. Wat is hier? Wat is hier? Hier. Oh hier. Oh, daar. Oh, bij jou. Ja. Boom! Yes. Oh, zo, hier is nog iemand. Daarboven? Ja, ja. Hij springt naar beneden als het goed is. Nee? Ja, ja. Oh, shit. Het is lastig te zien soms, joh. Oh. Yep. Yes. Dat was hem. Oké, goeiedag jongens. We zijn er weer. Inderdaad. Division. We zitten nog steeds in de Dark Zone. We hebben wat meer ontdekt nou eigenlijk een beetje van het spel. Echt zodra we gestopt waren met recorden. Oh, zo moet het! Oh, zo werkt het! Oh ja, oh, okay, nou, zo werkt dit dus ook. Dus ja, we hebben dus nu loot. Dat zie je door deze gele freaking... Pockets. Pockets? Wat is dit? Slaapzak op je... Ja, het is een soort van anti... denk ik, waardoor het radioactief niet naar buiten kan. Maar goed, we gaan dus even laten zien hoe het moet. Ik weet niet of het radioactief is, maar het is geïnfecteerd in ieder geval. En daarom kunnen we het nog niet gebruiken. En dan gaan we dus naar zo'n extracting zone, zoals hier. Yes. Nou, dan kan je op F indrukken en dan schiet je een dingetje in hoog. Hup, omhoog. Oké, en dan wordt, gaat mooi hoog. Komt er dus een helikopter die onze dingen gaat extracten en wordt gelijk gecleaned, zodat we onze items kunnen gebruiken. Klopt. Nou, klopt. Was dat zo moeilijk, Robin? Ik weet het niet. Het duurt dus eventjes en ondertussen moet je het even verdedigen. Ja. Nou ja, echt verdedigen. Oh, kijk dan hoe prachtig dit is, joh. Mooi sneeuw. Mooi koud sneeuw. En... Ja, dat is waar. Oh, kijk. Kijk in mijn gezicht. Ik heb precies een man in mijn gezicht. Hé. Hey. Ah, je bent... Thanks, man. Shit. Dat is niet gezond. Dat heb ik gegeten, man. Ja, 3 dagen niks, man. Oh! What the hell? doe niet eens damage. Oh man, was een explosieve ruft, hoor. Sorry. Zo, ja. Oh, er wordt geschoten, hoor je dat? Nee. Oké. Maar dit is dus onze. Hoe heet dat? Onze Dark Zone Inventory. En als je doodgaat, kan deze geloot worden. Raak je dan kwijt. Klopt. En je ziet hem. Ik weet niet of jij hem al hebt laten zien in je escape mode. Maar goed, ik laat hem nu eventjes zien. Dit is dus wat je hebt. Je kan maximaal, dus zo te zien, 4 van de 6 heb ik nu. Dus je kan er maximaal 6 in. En dan moet je hem dus laten extracten. Nou, er zitten best goede items in. Zoals de Hunting Vest is behoorlijk goed. Preparation is veel beter dan die van mijn oude. Die ik heb nog een shotgun. 2. Oh shit. Oh, hij is bijna klaar. Hij is, bijna klaar. Oké, dan komt er dus zo'n touw naar beneden. Wat lekker licht hier zo. Nou, dan kan je hem op extracten. Gewoon eraan hangen. Attach loot. Yep. Hoppa. Dan gaat hij dat dus doen. Ja, dan neemt zie je dat zo mee. 30 seconden. Duurt even 20 seconden. Cargo secured. Ze doen nog een of andere stroom er doorheen, zo'n pfff. Zie je dat? Stroom? Ja, ik weet ook niet hoe ze het anders doen, maar het hangt er maar. Maar goed, en dan kunnen we het hierna weer ophalen. Ja, neem maar mee hoor. Neem maar mee, het is goed. Oh, wat een mooi, prachtig, zonnig weer. Oh nee, het is weer een lamp. Nou, als het goed is, kunnen we het nu ophalen. Yes. Oh. Oh, nee, nee, hij neemt het mee en dan krijgen we het nu. Yes! Nice. Oké, nou ik had niet heel veel mooie shit, maar... Nou, ik heb er dus even kijken. Nou, ik had dus een betere vest als het goed is. Oh, het is een betere vest, maar het is voor level 7. Oh, ik had hier toch een masker? Of had ik nou verkeerd gekeken? Of heb ik helemaal verkeerd gekeken? Ja, nou, ik heb is in ieder geval vaag allemaal, hoor. Je kan trouwens dingen extracten, of extracten, dingen op je wapens doen. Dubbelklikken zoals ik net deed, en dan kan je hier... extra dingen op doen. Hier zie je dan wat je hebt. Als je erop klikt. Nou ja, zoals je ziet, ik heb geen skin of zo. Ik heb geen optische scope of zoiets. Ik wel. Dan switch even naar mij. Woep! 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 Gaat ook zo makkelijk worden. Verkeerde. Nee, ik wil die hebben. Juist. Kijk, ik heb een freaking scope drop. Ik heb een silencer drop. Ik heb een extra grip. En
Dat was het. Maar ik zou dus ook kunnen kiezen om een freaking blauwe shit van te maken. Oh, jij hebt wel blauw, ja? Ja, maar dat ga ik niet doen. Maar goed, je kan dus van je andere wapen afhalen en weer op een ander wapen zetten. Het is niet wapengebonden. Ik weet alleen niet of het ook per soort wapen gaat. Of bijvoorbeeld shotgun niet op kunnen doen. Je ziet wel dat sommige wapens gewoon sommige dingen niet hebben. Bijvoorbeeld een handgun heeft niet extra magazine en shit. Okay. Maar die had wel een silencer mogelijkheid. Oh goed, maar wat gaan we nu doen? Verder lopen. Oh, ik vergeet nog steeds dat ik met de controller overheen springen. Het is nog even wennen. Het is nog even wennen. Rank 5. Oh. Ik ben rank 5. Oh, rank 8 heb ik nodig. Denk. Oh ja. En level 8, rank. Level 7 tot en met 8. Dus we hebben ook uitgevonden dat het niet een server versus server is, maar gewoon. Algemeen. En als je kan gewoon iemand killen en dan wordt hij rood. Dan word dus je dan word je eigenlijk een beetje een vijand. Ja, en dan krijg je een bounty op je en dan kunnen mensen je killen. En holy shit. En er komt bij iedereen dan eigenlijk te staan dat wij slecht zijn. En dat gaat per een minuut of zo per moment iedereen die je killt. En dan als die minuut is afgelopen of de tijd is afgelopen, dan ben je gewoon weer normaal. Een hostile. En dan krijg style. Nee, dan ben je gewoon weer een normale agent. Maar dan krijg je ook weer. Oh shit! Dan krijg je ook weer gewoon loot. Of XP erbij was het? Van omdat je het hebt voorgehad. Oh shit, Steel. Oh shit. Oh shit, deze gasten zijn trouwens. Je hebt veel armo. Zo te zien. Zou ik eventjes moeten systeem moeten aanpakken? Ah ja. Ik heb hem. Oké, turret. Whee! Shoot someone, yeah! Boom, 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 boom. Oh, check ze doodgaan dan. Nice. Dus die blauwe ding, of die blauwe, die groene lijntjes, dat betekent dat het goede loot is. Dat is volgens mij armor of wapens zijn. Dus die moet je even looten. Oh, daar ook nog eentje. Heeft het ook te maken met of het inderdaad goede exotic is ofzo? Of... Ik weet niet of er andere kleurtjes komen te staan, maar volgens mij je hebt ook een soort blauwe kleur. Ik zag een blauwe ja wel een keer inderdaad. Oh, ik heb hier, hier is een blauw. Oh, oh. Dat is een wapen. Nee, dat is een Jenko. Auw! Shit! Waar kwam die volknoot vandaan? Daar. Wacht, zijn dit gewone gasten? Ja, daar zo wel. Nee, dit hier met die uitroepteken. Ja, dat zijn gewone gasten. Goed, zeg ik net. Oh, oké. Je moet wel uitkijken, want ze zeggen dan wel dat ze niet... Oh, kijk eens. Niemand is je echt te vertrouwen trouwens. Loot al. Nice. Ik heb ook allemaal loot. Oh, hier heb ik nog meer loot. Hou ze in de gaten, hè. Oh, mijn inventory is vol. Geweldig. Even kijken, heb ik nog wat... Heb ik wat slechts of zo? Dan gooi ik het even weg. Opborst. Scar H. Modern Trapped Head. Oké, ze vallen ons niet aan. A wise decision. Indeed. Kan ik het ook weggooien of zo? Deconstruct. Oké, dan gooi ik het dus weg. Nou, dan raap ik deze even op. Ik denk dat we een extraction area moeten, want mijn is bijna vol. Klopt, mijn is vol. Oké. Nou, dan gaan we weer terug, denk ik. Deze is het snelste. Welke was dat? Deze toch? Ja, die was het. Follow me! Oh, ik dacht deze kant is snel. Follow me, it's the quest area. Oké, dus we zitten in een moeilijke gedeelte. Van level 5 tot 7 of zo is dit? 7 tot 8 zag ik. Oh, 7 tot 8, oké. Het kan best zijn dat we nu weer in een andere area zitten. Oh, wacht, ik wil gewoon voor je. Oh, je ziet ook echt gewoon echt de sneeuw op jouw eigen jasje, dat is vet. Ja? Ja, zie je dat niet? Oh, je hebt op medium. Misschien heb je... Ja, ik heb hem even op medium gezet. Oh, wacht even, wat is dat? Zijn dat mensen gewoon? Mhm, dit zijn mensen. Oké. Dit is de gas station die we net hadden. Oh, er zitten gasten weer. Laten wij maar gewoon mooi voorbij lopen, dan killen ze hun zo. Wow, ik weet niet wat dat was, maar dat is niet goed. Oh, waar zit dan? Oh shit, dat is een vent. Jongen. Maar bedankt. Oké, dus dan pakken we nu dit. Alt F. Oh ja, pakt. Oh shit. Agent, I am inbound on your position.
En nou is het hier. zorgen dat we niet worden geflankt. Oh, wat knus. Ja, hè? Als we nu omdraaien. Oh, sorry. Oh, shit. Ja, yo. Oh shit, er zijn allemaal nog. Het heeft niet echt zin om nu al turret neer te zetten, hè? Want die. Klopt. Klopt, maar ik doe het wel. Ik vind het gewoon leuk om dat te doen. Oh, hoor je ook al een alarm? Mm-hmm. Oh, daar loopt iemand. Ik moet hem vast staan. Nee, je weet me nooit meer te vinden, hoor. Ja, echt wel. Ik blijf hier wel even achter staan. Hoor. Ik blijf gewoon lekker hier, ver van jou. You've got a gas problem, mate. Ah! Oh. I need to get out of here. Uh-oh. Even de aandacht trekken hier zo. Want? Nou goed, dan nou wachten we weer op die extracting. Dat is op zich wel ideaal zo. Oh, hallo. Hallo. Oh, als ze ons nu gaan schieten, jongen. Ik zit voor de zekerheid eventjes een torentje neer. Commencing cargo retrieval. Oh, nee. Moeten we echt net voordat ze neerzetten, moeten we ze neerknallen. Ja. Oké. Al die dingen, iedereen die dingen eraan. Loot is erop. There we go. Yay! Now we are safe to die. Wow, ik heb een koffer. Wow! Wat? Wacht, heb ik het nu? Wist je niet wat je allemaal had al? Ah, shit. Waar is die shit dan? Waar, ik krijg allemaal shit en dan kan ik het niet vinden in mijn inventory. Ja, heb ik soms ook wel eens. Die gasten praten tegen elkaar. Oh, dat mogen ze best doen. Let je wel op, ze zitten een beetje bij jou daar. Zeg. Ja, ik, voor mij mag je. Moeten we niet nu naar een. Naar een. Op vlakplek? Krijgen we nou, ja, waar we. Want ik heb het niet in mijn inventory. Mag even, ik zo even kijken. Ik weet wel ongeveer dat ik nog had. Ik weet dat ik een wapen kreeg, maar ik kon dat wapen niet meer vinden, joh. Oh, je hebt gelijk, denk ik, ja. Oh. Ik dacht ook dat ik veel betere dingen had. Ik zei toch al dat ik dacht dat ik een. Oké, dus dan moeten we hieruit. Naar een opslagplek of zo. En, let's go to the checkpoint. Deze. Nou, deze is dichtstbij. En dan kijken of we het daar kunnen vinden. Oh, je zei dat we via daar moeten lopen. Ja, ik denk het. Ik denk dat dat inderdaad wel logisch is. Want ja, als die helikopter wegvliegt en hij gooit het weer naar beneden, dan. Ja. Dus ik denk dat hij het dan in een checkpoint heeft neergezet. Waar daar. En dat je daar zo inderdaad goed. Ja, gewoon in je opslag of zo'n bankje of ja. Zo. Ja. 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 Once you have exited the dark zone, go to your base of operations and find. Oh, oké. Oké, ik weet waar we heen moeten. Oké, boy. Naar je base? Ah, boy. Okay. Let's go. Nou, ik volg jou. Jij weet wat het is. We're gonna find out this shithole. We're gonna find this shithole. Maar als we nu doodgaan, dan verliezen we het dus ook eigenlijk niet, omdat we niet bij. Nee, want het is al in onze stash. Nice. Oké. Okay. Dus kijk, dus dan zal ik eigenlijk net liggen. Oh, shit, ren! Ren als een dolfijn. Ik heb hem. Ren, er zijn nog veel meer, Stefan. Ren als een dolfijn. Oh shit! Ren als een dolfijn. Als een dolfijn. Dit is sneller gewoon rennen. Ren als een dolfijn. Oh shit. Maar dit is moeilijker om te raken. Ja. Ah nee, precies. Ik laat even een turntje achter. Ja. Alsjeblieft, zoek daar maar wat mee uit. Dit is mijn manager, mijn turret. Turret manager. Als jullie vragen hebben, kun je het stellen aan deze knaap. Ah, hij doet wel wat. Hij raakt ze wel. Lekker bezig, turret. MVP. Zou dit echt New York zijn? Zouden ze het echt gemodeld hebben naar de echte stad? Of? Ik denk het niet. Het is behoorlijk lastig. Het is makkelijk om gewoon gebouwen neer te zetten. Een beetje look-alike, man. Ik weet niet hoor, Dit zou best wel kunnen. Ik bedoel, want in GTA hebben ze het ook zoveel mogelijk op. Ja, zoveel mogelijk, maar dat is nog niet precies. Hostile presence detected. Oh, er zijn cleaners. Stop.
Wat? Cleaners. Oh. Maar waar horen die gasten nou eigenlijk bij dan? I don't know. But they have got flamethrowers and I don't like them. Okay, here we go. 3. Oh. Yo! Zo, netjes. Grenade. Here you go, mate. Oh shit, er zijn er wat meer. Kaboom! Oh, 2-1. Nice. Ja, we kunnen je helpen, bitch. Oh shit! Die binnen? Ja. Oh, die zijn nog vijand dan. I know. Switch to freaking shotgun. Bam. Oh nice, ik moet ook een shotgun hebben. You have no shot. Oh! Zo, ik loop recht tegen die vent aan, joh. Oh! Search for key. Search area for key. Okay. Kijk jij hier? Hostage key. Got it. Nice. En dan moeten we hierin? Release the hostage. Ja. Civilian in need. Wat moet je? Wat moet je? Oké, dan niet. Waar zijn de... Oh, daar is hostage. Hier is de hostage. Civilians are secured. Thank you so much. That was terrifying. Kaboom! Ja. Oké. Level up, level 7. Nice. Oh wacht, ik heb wat voor level 7. Wacht even. Oh ja, eigenlijk ook. Maar wat doen we straks wel in de bank, want dan heb je gelijk al die andere shit erbij. Let's go. Wacht even, ik doe hem even aan. Zo. Veel beter fish. Ja, die heeft 10 meer protection. Oh. Verschil nog wel. Oké, waar gaan we nu heen? Naar de bank. Oké, wat moeten we doen? Hier is de stash. Open stash. Waar is de stash? Ja, hier is het. Woo! Waar? Oh, wacht, jij bent daar. Jij bent hier. Stash. Oké, so alles in haar inventory. Oh. Woo. Woo. Oh, nice. Oké, vet. Inderdaad. Oké, nou, dan gaan we kijken. Nou, wat hebben we voor betere wapen? We hebben er... Oh! Oké. Extended. Holster. Oké. Kan ik die in plaats van deze doen? Nee. Oké, dan is deze. Nou, doe dan. Moet ik dan eerst escape doen, zeker. Die. Nou heb ik als het goed is wat. Nou, jammer. Ik heb een SMG9. En ik heb een SCAR... Age, maar die is nog niet, steeds niet zo goed als mijn police M4. Ah, oké. En ik heb nog een shotgun. Kan je mij niet wat geven, eentje geven of zo? En de vast, dan is nog de vraag of ik dat wil. Oké. Ah, wat nice. Ik heb best wel veel dingen die ik allemaal aandoen kan. Dus dan zijn we eigenlijk naar een zoek. JTV support. Ja. Oké. Nou, we gaan zien wat het wordt zo meteen. Lijken wel zombies, joh, die venten die hier allemaal lopen. Waarom lopen ze allemaal buiten als ze ik heb een infectie in mijn ballen. Ik kan niet goed meer lopen. Wat is dit? Find ancient... Robin, hier. Wat is dit? Hier, mission completed. Oh, die hebben we gedaan, joh. Ja, ik zat te kijken wat het was. Oké. Ja. Nou. Oké. Klinkt, ziet er leuk uit en zo. Ja. Ik moet er nog even goed over nadenken of ik het wel verkoop, maar... Ja. Nou, je hebt nog even tot 5 maart of zo. Zoiets. 5 maart komt hij uit als het goed is. Alert. Oh, dat is op. Oh, er zijn friendlies. Mag ik jeuken? Ik heb jeuk. We zullen even naar een moeilijkere gedeelte. Dus. Oh dear. Wauw. Is die EK...
AK doet wel veel damage, maar echt een dikke recoil, man. Ja? Ja, dat was het, of niet? Hmm. Of moeten we hier nog naar binnen? Oh ja. What's up, mate? Talk. Yeah, I know. Oh, hier. Oh, the vent. Ik heb electronics. Oh, ze komen eraan, ze komen eraan. Got tango's inbound. Ik ben aan de achterkant, ik heb hier een achterdeur. Oh. Het gevecht is losgebroken. Het zijn allemaal gewoon rebellen of zo die hun eigen voorzieningen willen hier. En ons proberen te stelen, denk ik. Ik sta hier best wel gevaarlijk. Oh. Oh, ik zie ze maar killen hier. Grenade! Oh. Dang it. Oh wel. Oh, we hebben ze. Nou, dat was het. Nou, het was maar daar einde. Het einde? Ja, van de video. Ik moet eten. Oh, oké. <okay. laughs> Nou, weer bedankt voor het kijken. Als je het een leuke video vond, laat ons natuurlijk even weten in de reacties. En laat even een like of dislike achter. En meteen even een abonneertje. Inderdaad, abonneer dan ook even gelijk. De deur dicht doen. En dan zien we jullie later gasten. Ajo! Hey Kalan! Ajo! Ajo!